wij besloten om ons interieur eens te vernieuwen. Vandaag ga ik naar de winkel om nieuwe zitbank te kopen voor rond deze tafel. Oh, tof, nieuwe zitbanken. Mag ik mee naar de meubelwinkel? Ja hoor, je mag gerust meegaan. Met twee is altijd leuker dan alleen. Zusje Vos, ik wil je nog iets belangrijks vragen voor het jullie gaan winkelen. Morgen is het Valentijnsdag en ik heb Julia uitgevraagd, maar jij kent Julia beter dan ik. Waar houdt ze van? Waarin kan ik haar mee uitnemen? Oh, broertje, Julia houdt heel veel van lekker eten. Oh. Neem haar mee naar een mooi restaurant of zo. Daar ben ik niet rijk genoeg voor. Och, maak je maar geen zorgen, broertje. Ik heb eigenlijk al een idee in mijn hoofd. Oh. Om jou en Julia morgen eens te verrassen. Louisa en ik, we hebben toch een vriendje. En hebben dus tijd om iets leuk voor jullie twee te doen. Oh, leuk, ja. Wel, zorg alsjeblieft dat het toch iets wat deftiger is als de verjaardag van dokter Wasbeer. Daar was niet genoeg eten. Ja, dat doet daar toch, ja. Maar maak je maar geen zorgen, broertje Vos. Het wordt een Valentijn om nooit te vergeten. Louisa, je hebt een goede keuze gemaakt. Deze blauwe zitbanken zijn zo mooi. En jij hebt onze woonkamer zo mooi versierd met rode hartjes. Weet je, zusje Vos, ook al hebben wij geen liefje, vind ik deze Valentijnsdag heel leuk. Omdat wij een mooie dag kunnen maken voor broertje Vos en Julia. Daarin heb je groot gelijk. Het geeft heel veel vreugde om iets te mogen organiseren voor mijn broer en mijn vriendin. Ik vraag me toch wel af of we wel een goede indruk gaan scheppen van een chic restaurant. Want we hebben geen keuze op de menu. Ze moeten eten wat de pot schaft. En chique restauranten hebben toch altijd minstens een paar keuzes. Ja, maar weet je, ik denk dat ik daar iets op weet. Goed idee, Louisa. Oei, zusje Vos, het is al 16:30. Broertje Vos en Julia zullen hun wandeling in het park al bijna achter de rug hebben. We hadden afgesproken daar om 17:00 bij die grote boom te zijn. Ja, want daar begint onze verrassing. Oh ja, broertje Vos zal dit huis niet meer herkennen met het nieuwe interieur. Kom, laten we gaan. Ja, ik ben zo nieuwsgierig hoe hij gaat reageren. Dit was een heerlijke wandeling. Ja, dat is waar. We moeten hier even wachten op de taxi die ons naar een restaurant brengt. Oh, gaan we ergens iets eten? Ja. Oh, wat een leuke verrassing. Naar welk restaurant gaan we? Ik weet het eerlijk gezegd nog niet, Julia. Zusje Vos zou iets regelen. Ja. Verrassing! We nemen jullie geblinddoekt mee naar een heel chic restaurant. Ziezo, we zijn er. In het chique restaurant. Jullie mogen nu jullie blinddoeken afhalen. Oh, wat een mooi restaurant. Zo chic. Ja, dat is waar. Maar het komt me wel bekend voor. En dan ook weer niet. Goedenavond. Ik ben jullie serveuse voor het voorgerecht. Als voorgerecht bedienen we een heerlijke tomatenroomsoep met balletjes. Of er is ook de keuze voor kaaskroketjes. Balletjes! Maar zijn we dan in Nederland dat hier Nederlands met een Hollands accent gesproken wordt? Nee hoor! Ik heb
gewoon veel te veel kroketjes met Hollandse kaas gegeten. Toen begon ik zo te praten. Oh, geef mij die soep met balletjes dan maar. Oké, komt eraan. Lekker. Buonasera. Oh, goedenavond, meneer. Buonasera. Ik kom jullie hoofdgerechten voorstellen en de bordjes afruimen. Als keuze voor de hoofdgerechten is er de patatine fritte con kippe. Frietjes met kip. En de pizza quattro stagioni. Of de vier seizoenen pizza. De keuze is aan jullie. Oh, bent u Italiaans, meneer? Oh, nee hoor. Ik heb gewoon te veel pizza gegeten. En toen ik begon met de Italiaanse accent te spreken. Oh, geef mij die kip met frietjes dan maar. Ik blijf liever Vlaams spreken. Oké, kom het eraan. Dat was een heerlijke hoofdgerecht. Heerlijke kip met frietjes. Ja. Goedenavond. 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 Ik kom deine dessert voorstellen. Daar is die keuze tussen apfelstrudel en vanillerolmijs met chocoladesaus. Te veel appelstrudel geëten dat je Duits spreekt, zeker? Ja, hoe weet u dat? Geef mij die ijscream maar. Kom eraan. Zusje Vos. Ja? Ze hebben me weer niet herkend. Goed, hè? Ja, schitterend. Zeg, zusje Vos, ik ben zo blij dat ze elke keer besteld hebben wat er in voorraad was. Ja, stel je voor, anders waren we in de problemen. Ja, en toch hebben ze nu de indruk dat we een zeer chic restaurant uitbaten met genoeg keuze. Ja, dat was echt een superleuk idee. Ik ben het er helemaal mee eens. Oh, broertje Vos, deze ijscream was zo lekker. Dank je wel dat je mij uitgenodigd hebt naar zo'n chique, lekker restaurant. Graag gedaan. Maar nu moet ik heel even naar het toilet. Ik ben zo terug. Oké. Heeft het je gesmaakt, meneer? Oh ja. Hier is de rekening. Ai, ai, ai. En ik heb zusje Vos nog zo gezegd dat ik geen geld heb om op restaurant te gaan. Ja, ik moet het wel lezen, hè. Niets te betalen. We hopen dat jij ons eten lekker vond. Zusje Vos en Louisa. Zusje Vos en Louisa? Hebben zij mijn rekening betaald? Verrassing! Nee, we hebben het niet echt betaald. Of toch wel een beetje. We hebben gewoon eten gekocht en zelf klaargemaakt. Oh! Ja, goed hè? En je bent nog de hele tijd gewoon bij jezelf thuis. Oh! Ja, Louisa had een nieuw interieur gekocht. Nieuwe zitbanken, een nieuw tafelkleed. En toen heb ik het versierd met hartjes. Leuk! Ja! Supergoede verrassing, hè? Ja, dank u wel. Zo, zeg, broertje Vos. Ja? Ik was zo pas naar het toilet en ik ken dat hier, hoor. Wij zijn bij jou thuis. Ja, dat klopt. Oh, broertje Vos, wat een leuke verrassing. Zoveel moeite voor mij gedaan. Het nieuwe interieur, al die hartjes, die mensen die kwamen opdienen, al dat lekker eten. Hier, een dikke zoen.